Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ah ja, het is recht hoor, Nick. Ja, hier kunt je wel beginnen kijken voor parking daar. Oké, wij zijn onderweg en met wij bedoel ik. Hi! Hi! Bedoel ik Nice Family. Wij moeten een workshop geven op de boekenbeurs en daarna nog een uurtje signeren op de boekenbeurs vandaag. Het zal wel lekker druk zijn, gok ik, want het is zaterdag en het is een feestdag. Dus ik gok echt dat er heel veel volk gaat zijn, maar ik ben heel benieuwd. Oké, okay. Ik ben onscherp denk ik. We gaan nu spreken voor al deze mensen. Kei veel volk. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat wel. Oké, we gaan beginnen. Done met de workshop. Amai, ik heb het heet hier. Heet. En nu signeren. Hallo. Hi. Oké, foto. Ja. U voor haar verjaardag. Echt, met een gewone J, hè? Ja. U, D en gewoon I. Ja. Hier is onze rij. Wij hebben gedaan. Woehoe. Het was wel goed, hè? Ja, het was keiveel volk op de workshop. Echt heel veel. Ik denk dat dit wel de drukste workshop was die we al hebben gedaan. En er is veel volk gekomen om een boek te laten signeren en om foto's met ons te maken. Ja. Nu gaan we nog zelf eens rondkijken voor de boeken en dan... naar huis. Of ja, ik blijf in Antwerpen, maar ik neem jullie mee. Ja. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no cry. Let's take both. Goedemorgen iedereen, hopelijk horen jullie mij. Ik weet het niet, want hier is nogal veel lawaai. Gisteren na de boekenbeurs ben ik nog gaan eten bij Wanga Mama's in Antwerpen. Daarna nog cocktails gaan drinken in Brasserie Appeltans. Dat was ook wel heel lekker, echt goede cocktails. En daarna ben ik in Antwerpen blijven slapen. En nu ben ik aan het ontbijten, aan het lunchen eigenlijk, want het is middag. En ik heb geen flauw idee hoe dat het noemt, eigenlijk. Silo of zoiets denk ik, aan het mas, op het eilandje. Yummy, ik heb een falafelburger. Kei lekker. En mijn mystery guest heeft een kip wrap. Oké, lekker geluncht. Hier rechtdoor, denk ik. Daar is de ingang. En nu ben ik terug onderweg naar de boekenbeurs. Want ik ben auteur. Hè. Ik moet vandaag weer signeren. 2 uurtjes lang. Yes. Wij zijn er! Dag 2. Signeer eigenlijk al dag 3. Ja. Maar dag 2 dit weekend. Ja. We signeren 2 uren vandaag zeker. En onze ouders zijn er. Allee, u zijn er al. Mijn komen ook nog. Dus dan hebben we toch al volgers en hier zijn. Hoe serieus die? Ja, voilà. All right.
zijn hier met Chris. Je kent hem nog van, hoe noemde dat programma weer? Dieren in nesten. Wil je iets zeggen voor alle hondenliefhebbers van mijn kanaal? Voor de hondenliefhebbers, dringend dit schitterende boek. Ah, voilà! Prachtig boek, het is mooi uitgegeven. Prachtige bladspiegel, heel mooi lettertype, ja. De pagina's zijn genummerd, ja. En het gaat over... Voilà, dus jullie weten het, hè. En voor de kattenmensen, wachten misschien tot volgend jaar toch een kattenbroek. Ja, ik wil een kattenboek schrijven. Ik zal mijn best doen. Ja. Ik ga dat eens met een uitgever op. Voilà. Doei! Boekenbeurs is gedaan. Woehoe. Het was nog fijn. Vandaag was wel zo de minst drukke dag, maar het is wel nog goed geweest. En nu ben ik met papa, mama en Anaïs hier iets aan het eten op het eilandje bij Bakkus. Bakhuis of Bakkus? Bakkus, ja. Zijn we iets aan het eten en ik ga voor de scampi's van de chef. Yummy, scampi's van het huis. Anaïs heeft een hamburger. Ziet er ook lekker uit, hè? Mm. Ah ja, sorry. Oh, hij moest dus weer een paar frietjes nodig zijn. Oké, dank u. Maar frietjes. Mama heeft ook scampi's en papa stoofvlees. Hallo, hier ben ik weer. Ik ben ondertussen terug van Antwerpen. Ik ben eigenlijk wel nog maar net terug, dus... 9:30, ik heb mijn laptop hier zo vast. Want het is hier donker in de kamer en anders zien jullie mij niet. Ik ben nog even naar Anaïs haar kot geweest. En dan... Dan ben ik met papa mee naar huis gereden, want mijn mama bleef slapen bij mijn zus op kot. Die gingen sleepover doen. En dan ben ik met papa mee naar huis gereden. Nog daar spullen gaan halen en nu ben ik thuis in mijn bed samen met mijn katjes. Ik denk niet dat je ze gaat zien. Hier is Muffin. En Milky is er net vanaf gesprongen. Ik ga nu deze vlog monteren, zodat ik die morgen online kan zetten. En dan ga ik slapen, want ik ben echt stik kapot. Het was een heel... leuk weekend, maar een heel druk weekend. Hier is Kiki trouwens. Hey Kiki. dat zal mij goed doen om eens goed te slapen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe zeker thumbs up. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik heel leuk. En ik zie jullie volgende keer weer. Slaap lekker. Mwah.